Druid bouwen we Drupal-applicaties, soms met ondersteunende backends in Symfony. We zijn al jaren betrokken bij de Drupal community, we sponsoren core development en lokale meetups en camps, vandaar dat we vandaag ook op de Drupal Jam staan. Ja, we zijn gewoon, we houden van Drupal, we doen alles met Drupal, dus Drupal Jam, dat hoort er gewoon bij, dus daarom zijn we ook gewoon goud sponsor van Drupal Jam. Ons bedrijf werkt met open source en open frameworks en Hippo en Drupal zijn daar onderdeel van. Wij doen daar actief aan mee met de Drupal community, omdat we daarin geloven. We werken mee aan Drupal Core, we werken aan modules en we sponsoren ook events. We zijn gold sponsor van Drupal Jam, dat zijn we andere jaren ook. Ook DrupalCon doen we aan mee. Ja, wij geloven erin en krijgen er ook heel veel uit terug. Door mensen, klanten ons leren kennen en ook nieuwe medewerkers te fijn vinden dat wij eraan meewerken. Wij zijn Byte, we zijn een hostingpartij en we zijn gespecialiseerd in Drupal hosting. Onder andere kunnen bij ons websites pieken onder druk. En dat willen we vandaag hier graag bekendmaken onder alle Drupal ontwikkelaars. Zodat ze bij ons komen hosten. Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de community, zodat er kennis gedeeld wordt, zodat de code gedeeld wordt en dat er nieuwe samenwerkingen ontstaan. En dat is ja, voor ons een van de belangrijkste redenen om de Drupal Jam om hier aanwezig te zijn, maar om ook te sponsoren natuurlijk. Wij sponsoren Drupal Jam. Allereerst omdat wij de open source gedachte en de Drupal CMS graag willen ondersteunen. Een andere belangrijke reden voor ons is omdat wij onze websites met Drupal uitbrengen en we zijn op zoek naar developers. En om aan developers te komen, zullen we toch als eerste moeten uitleggen dat we met Drupal werken. Dus, wij ontwikkelen slimme websites op basis van Drupal CMS. Ja, je vroeg waarom wij sponsoren. We zijn heel actief met Drupal al sinds 2011 en we zoeken op dit moment nieuwe mensen. Ik hoop dat jullie vandaag naar jullie zin gehad hebben en dat we elkaar binnenkort nog een keer tegen kunnen komen op een Nederlandse Drupal Meetup. Tot ziens!